van gemaakt. En jij, Katrien, ben jij een beetje toe aan vakantie aan de kerst? Ik heb altijd vakantie, dus. Ja. Maar ja, jij werkt wel ook altijd door. Ja, maar ik vind het leuk om te werken. Dus het is voor mij niet echt een uitputtingsslag of zo. Je wilde, jij en Merel willen graag een bepaald onderwerp graag even bespreken hier aan tafel. Ja. Huh? Ja. Zo? Ja, welk? Ja. Iets met kerstversiering. Oh! Kerstversiering. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, die dokter die ervoor... Heb je het ook gelezen? Ja, oh, ja, in dat. Engeland. Ja. Oh ja. Ja. Nee, dat is waar. Je leest de kop. Niet masturberen met seksversiering. En dat je denkt... Sinds wanneer, denk Sorry? Ik. Ja. Wanneer mag dat? Maar hoe kom je op het idee om met een glazen seks... kerstversiering, sorry. nou ja, nu kom ik nooit meer uit mijn verhaal. Hoe kom je op het idee om met een glazen kerstversiering seks maar te doen? Wat is het verhaal? Wat was het nieuws? Nou, dat het versplintert in je vagina en dat het hartstikke gevaarlijk is. Maar wacht even, ik wil het even goed verteld hebben. Er is seks gedaan met kerstversiering. Er zijn ja, dat dus is op mensen... zich niet erg, maar als het breekt wel. Maar er is een arts, ik zal het even duiden, er is een arts die heeft gewoon gezegd... Houd mee op. Ja, er komen mensen dus kennelijk naar het ziekenhuis toe. Ja. Met vrouwen. Maar ik kan je uit goede bron vertellen. Ik ken toevallig een paar gynaecologen. En die vertellen de raarste verhalen over wat mensen in hun... Niet alleen in hun vagina, maar ook in hun achterste stop, ze doen hoor. Alles. Stofzuigers, slangen. Je kan ze... Serieus. Ja. Ik zie echt iedereen in de studio ook helemaal cringe gewoon. Ja. Maar... Ik kon vandaag kiezen tussen op 1 of 7:30. Ik kan je vertellen... Ben jij blij dat je 7:30 hebt gekozen? Jij hebt een goede keuze gemaakt, Elisabeth, door hier aan tafel te zitten. Maar goed, er zijn dus kennelijk vrouwen die dat dus doen. Die gebruiken de kerstversiering. Ja, dan... Of gek of wanhopig. Want ik bedoel, het is hartstikke gevaarlijk of natuurlijk. Of experimenteel. Ja. Ja, dat kan ook. Maar als er nou voor gewaarschuwd wordt, moet je er echt mee ophouden. Als een hele... komt dan misschien net te laat. Een grote Van plastic moet je het dan doen. Niet van glas. Sorry? Waarom doe je het dan niet van plastic? Waarom van glas? Vraag ik me dan af. Ja, dat denk ik dan ook. Ja. Waarom zou je dat doen? Ik vind dat die spanning. Ik denk van, kan zo breekt hij wel, breekt hij niet? Dat is wel leuk. Ik wil toch even terug naar het niveau van op 1. Ik wil het graag hier een uur over hebben. Ja, ik ook eigenlijk wel. Ik zal mijn piek er even bij pakken. Goed. Ik hoor jou.